De dodenherdenking bij het gemeentehuis van Zoeterwoude ziet er dit jaar anders uit. En Margriet en ik waren al enige tijd samen met heel veel andere mensen in Zoeterwoude in voorbereiding op een dodenherdenking met iets meer cachet, omdat het 75 jaar is. Maar ja, dat is door COVID-19 natuurlijk veranderd en door ook alle maatregelen. In overleg met burgemeester Lisbeth Bloemen hebben we het programma daarom aangepast. Dus het is om stil te staan, maar het is nu ook om het veel soberder in te vullen. Dat betekent dat een aantal zaken die ons hadden voorgenomen, zoals we altijd in de dorpskerk doen, met een herdenking, daarna een stille tocht hier naar het gemeentehuis en dan de herdenking bij de steen met de kranslegging en bloemen door alle burgers. Het is vaak ook heel erg druk. Ja, het is nu eigenlijk tegengesteld. Het is heel klein. Dat is ook landelijk is dat zo afgesproken, dat het sober is, dat het klein is. Maar we laten niet voorbij gaan dat we toch hier bij deze steen kransen willen leggen. Dat zal gebeuren door de burgemeester en door een leerling uit groep 7. Dus zowel de bestuurder als ook jeugd is daardoor vertegenwoordigd. Uiteraard zijn er ook veteranen. Er is een vertegenwoordiging van de veteranen die hier ook zal zijn, ook heel klein. En namens het 4 mei-comité zullen Margriet van de Geest en ik zelf ook een krans leggen. We hebben een kleine muzikale start of omlijsting, zoals je dat wil noemen, omdat we toch ook wel iets ceremonieels willen geven. En daarna wordt iedereen uitgenodigd om sowieso op televisie, wat er op de Dam gebeurt, hè, waar onze koning zal herdenken, dat mensen daarnaar kunnen kijken. En op 5 of 6 mei zullen hier, zoals ook ieder jaar op 4 mei 's avonds staan, staan er de gebruikelijke emmers waar Zoeterwoudenaren en ook mensen van buiten Zoeterwoude die een band hebben met Zoeterwoude hier hun bloemen ook kunnen plaatsen. Ook ter nagedachtenis aan deze mensen die op de steen staan, maar natuurlijk aan alle mensen die in allerlei oorlogen of missies ons ontvallen zijn.